allemaal. Volgend met u allemaal genoten van de pauze. Want we gaan direct terug stevig tegenaan. Studio Volharding. We nemen nu een terug in de jaren 70. In het begin van de jaren 70 ervaarde iedereen een enorme welvaart. Uitgaan was dus een vaak voorkomend fenomeen en de sfeer was altijd gegarandeerd met groepen als ABBA en de Rolling Stones. U ziet zo dadelijk ABBA Fever met de Keurvloek onder leiding van Mick Marien en Niels Peelen en de Thumping onder leiding van Peter Kouwers, Rowena Louten, Neo van Bakel en last but not least Jorg van Heijlen, die niet het programma-broekboekje zowel staat op een interne fout. Ik moet toch ook even vermelden dat de Thumpingers bij de Vlaamse kampioenschappen van dit jaar driemaal een eerste plaats behaalden, tweemaal een tweede plaats en eenmaal een derde plaats. Op het Belgisch kampioenschap hadden ze twee personen op de tweede plaats en één persoon op de zesde plaats. Er zitten ook vier personen van de Thumping in de nationale ploeg en drie personen in de regionale selectie. Dus gegarandeerd spektakel! Thank you.
Let's do that.